Luiz Marquez uit Gent heeft een nieuwe cd uit. De titel is From Shell to Sax. Luiz Marquez maakt dan ook muziek met schelpen en een saxofoon. De officiële voorstelling van de nieuwe cd vond gisteren plaats in de theaterzaal van de Vieze Gasten in Gent. Ethno-jazz, but it's the transitions from ethnic to modern. Like you hear, you start all with very simple elements and simple motifs, simple instruments, but they are very intense. Luis Marquez is geboren in Mexico, maar hij is getrouwd met een Belgische en woont in Gent. Marquez probeert de Latijns-Amerikaanse en de Westerse cultuur te combineren. Maybe it's a little bit difficult because you are not very familiar with that. You are more familiar with North African or African cultures, Indian cultures. But this is Mesoamerican, pre-Columbian, pre-Hispanic. Slotens speelt al 3 jaar samen met Luis Marquez en ook zijn zoon Renato speelt viool, gitaar en percussie. We started singing together from when he was very little. He likes music and he likes what I do and I like what he's doing. Het tempo van de muziek is vaak meeslepend. Weinig mensen kunnen blijven stilzitten. De Latijns-Amerikaanse muziek zorgt voor een zomerse sfeer. Het ritme, de zon, de levenslust. Mooi optreden, volledig in mijn stijl. Typisch Luis Marquez. We kennen hem terug van heel vroeger. Toen hij tevoorschijn kwam met zijn eerste groep Mezcal. En wij horen de echte ethno-jazz. En daar is hij een meester in. Meer informatie over Luis Marquez vindt u op deze website.